Welkom bij de eerste Studio Malinois. Dat is een nieuw format dat we met KV Mechelen naar de supporters brengen. Het is een podcast en een webcast die jullie via Facebook kunnen bekijken. En we starten meteen met een speciale editie, de bekereditie. Want op 1 mei wacht de zesde bekerfinale uit de geschiedenis van onze club. En daarvoor hebben we goede gasten uitgenodigd. De coach, Wouter Franke, welkom. Dank u. Billy Silverans, jij bent er ook. Jij bent medewerker van Radio Reflex. Yes. En medewerker van KV Mechelen. Klopt. Bedankt om te komen alvast. Met plezier. En we hebben Geert de Ferm, de vierde en laatste gast. Ja, Geert, jij bent de enige aan deze tafel die met KV Mechelen een beker heeft gewonnen. Hè? Inderdaad. Was dat leuk? Dat was het begin van een ongelooflijke succesvolle periode. Hè? Was dat toch uniek, die beker van België? Want ja, oké, jij hebt ook een Europese cup gewonnen, maar een beker van België is toch iets anders? Die beker van België is sowieso uniek, want die is gespeeld op Anderlecht. Die is niet gespeeld op een IJssel, dus die is sowieso uniek. Was dat leuk om op Anderlecht zo'n beker te winnen? Ja en nee. Ja, omdat het op Anderlecht was. Nee, omdat we veel liever op een IJssel gespeeld hadden. Toch? Ja, sowieso. Als jonge voetballer, of als voetballer, of als prof, dan droom je ervan om op een IJssel een finale te spelen. En als dat dan op Anderlecht is, ja, dan is dat een afknapper. Ja, Wouter, we hebben net de titel achter de rug. Hè. Is dat titelfeest al een beetje verwerkt? Ja, bij mij wel. Ik hoop voor de rest ook van de spelers. Want de 1 mei is nog iets moois. Dus, maar het is wel een heel ontlading geweest. Dat wel. Ja, was het hevig? Op die moment wel, denk ik. Zoals ik zei, het was ook een hele ontlading met alles wat er op ons afgekomen was en zo. Dus chapeau voor de spelers wat ze gepresteerd hebben ook, hè, in die afgelopen maanden. En als je dan op die manier tegen de grote rivaal die je probeert onderuit te halen, op alle manieren het zo kunt afmaken, dan kun je er alleen maar gelukkig om worden. Billy, ben jij meegeweest naar de Carré? Ik ben even mee gaan piepen, ja. Ze hadden een bus ingelegd vanuit de club, dus dan moet je die kans met beide armen grijpen. Bestaat dat nog altijd, de Carré? Ja, en nu moeten er verhalen komen. Hè? Goh, verhalen. Goh, ik denk dat er heel veel champagne is gevloeid, waardoor dat de verhalen misschien een beetje troebel zijn, maar het was echt wel een heel leuke avond. Welke speler is jou daar het meest opgevallen in feestgedrag? Goh, ik vind dat Engval en Verrips heel hard tegen elkaar hangen. En dat zijn echt wel goede kameraden geworden op korte tijd. Ja, die komen goed overeen, maar ik denk dat Matthijs daar ook niet onder gedaan heeft. Nee, klopt. Oei, de ouderdomsdeken, dat zou je niet verwachten. Ja, nee, vertel. Nee, misschien niet, maar... Dat moet kunnen. Ik was er gewoon ook. Dus, zo'n avond wil ik natuurlijk zelf ook niet missen, maar... Ik denk dat het wel gewoon leuk was. Hey, als coach is het ook leuk om te zien dat je spelers even kunnen losgaan en van genieten, terecht genieten, laat ons eerlijk zijn, van zo'n moment. En dat is wel leuk om te zien. Maar jij bent als coach ook mee geweest, hè? Dus dan ben je een beetje de 12e speler dan? Dat je... net niet, denk ik. Op die moment zou je wel speler willen zijn, omdat je dan volledig kan geven. En als coach hou je toch net even iets in, denk ik. Geert de Carré, bestond dat bij u? Ja, maar bij ons was het voornamelijk de Martinique. Wij, na elke thuiswedstrijd, hadden wij daar rendezvous, bij wijze van spreken. En dat was dan ook met de volledige bende. Dat was in Mechelen? Of in Mechelen, op de Korenmarkt. Je kent de Martinique niet? Ik ken de Martinique van hier. Nee, van vroeger, jongen. Maar... Hey, op de Korenmarkt. Ja. En zoals Wouter nu gedaan heeft, de mos die was er altijd bij. En het mooie eraan was, of het ambetante eraan was, was zaterdagavond. Zondagmorgen was training. Dus 2, 3 uur, 4 uur naar huis bollen, naar Limburg bollen. 8 uur terugkomen. Hè. En dan kwamen we hier op het veld. En de mos die was dan ook zo lang geweest. En die stond daar dan ergens onder een boomke. Te kijken hoe er getraind werd. En op een gegeven moment, soms ging die ook weg. En dan ging die in het kleinchalet achter de venster staan. Dat was de mos. En wie kon er het beste tegen de drank doen? Wie was er nog fit die zondag? Oh, pas. Jij niet dus. Jawel, ik moest altijd naar huis rijden, man. En terugkomen. Dus. Het was ook mooi geweest als je zo'n groot speler zo had, like nu, dan kon je gewoon hier blijven liggen. Nee. Dat ging niet. Er is mij wel een verhaal ter oren gekomen dat je wel een chauffeur voorzien had, hè, die avond. Ja, een videoanalist. Die heeft je dan helemaal naar Limburg gebracht. Maar hij is ook van Limburg. Hè. Het is van 5 minuten van mijn deur, dus voor hem was dat geen omweg. Gewoon zorgen dat hij niet te veel dronk. Was dat dan al licht? Toen jullie in Limburg aankwamen? Nee, dat denk ik niet. We willen eigenlijk toewerken naar die bekerfinale die nu over 2 weken
op ons zit te wachten. Hoe is het gevoel nu in die kleedkamer? Goed, denk ik. Ik denk, we hebben vandaag nog een goede bespreking gehad over de wedstrijd waar we naartoe willen. En ik denk dat er ook wel veel vertrouwen is en toch wel genoeg geloof is dat we iets kunnen betekenen en dat wij niet naar die bekerfinale gaan of niet naar die 1e mei toe leven om er gewoon geweest te zijn en om een leuke dag te hebben. Nee, maar we gaan gewoon naar 1e mei om die beker mee naar huis te nemen of mee naar Mechelen te nemen. En dat is het gevoel dat wel leeft in de spelersgroep, ondanks het grote nadeel. Hè. Wij hebben anderhalve maand geen competitieve wedstrijd. En dat kun je nooit compenseren. En Gent speelt iedere week play-off 1. Ja, dat is een groot nadeel. Maar ik denk dat dan juist belangrijk is dat je het er toch met z'n allen in gelooft in je hoofd, tussen die twee oren. Dat je het nog altijd geloven hebt en dat je er nog allemaal denkt van de kans bestaat wel dat wij die kunnen winnen. En misschien is het, als we het goed doen, is het wel een goede kans. Maar daar wil je je niet achter verstoppen, achter die 5-6 weken zonder wedstrijd? Nee, wel, zeker en vast niet. Want het enige voordeel en het grote voordeel dat we moeten uitspelen is ook dat we Gent kunnen analyseren, of goed kunnen analyseren, en onze tijd nemen op de dingen die we terug willen zien in de wedstrijd, om die in te trainen. Dus, daarmee dat ik zeg, van als iedereen top is en we gebruiken de dingen waar we denken dat Gent kwetsbaar op is, we kunnen die goed gebruiken tijdens de wedstrijd, dan hebben we een goede kans. Voel je dat in de groep, dat ze daar wel meer en meer klaar voor zijn voor die finale? Want ik vermoed dat je hebt 2 weken vrijgegeven, hè, na die laatste wedstrijd. Ja. Dan ben je toch een beetje in vakantiemodus. Dan moet je weer even scherp worden. Integendeel zelfs, want ik had eigenlijk vanaf de eerste training was er heel veel intensiteit. We hebben dan ook wel een gesprek gehad voor die eerste training om te zeggen van als we de wedstrijden van Gent een beetje willen compenseren, dan kunnen we dat niet alleen door een paar oefenwedstrijden te spelen. Dan moeten we gewoon zorgen dat we iedere dag gewoon alles aan 100% doen om een beetje om die intensiteit proberen te compenseren. Wat niet zo gemakkelijk is, maar ze hebben dat wel gedaan. En ik zie het tot op vandaag nog altijd in iedere training. Oké, die wedstrijd van Lokeren, qua resultaat is dat niet wat je verwacht, maar uiteindelijk... Daar gaan we het niet over hebben, hè, over die oefenmatch. Ja, voor mij mag dat wel zo, want uiteindelijk was het heel belangrijk voor mij ook dat de spelers als eerste wedstrijd niet terug 90 minuten gingen spelen. Eigenlijk mochten ze maar maximum 60 minuten spelen, waardoor we ook heel veel jonge jongens gebruikt hebben, die het ook goed gedaan hebben, laat ons eerlijk zijn, die het ook wel goed gedaan hebben, en waardoor ook eigenlijk het resultaat en de automatisme niet zo belangrijk waren. Het is wel vanaf nu en tijdens de trainingen, als we ergens een principe willen induwen, dat het wel aan 100% moet gedaan worden en met heel veel geloof ook gedaan worden. Dus daarmee ook dat we regelmatig, ondertussen een keer of 3-4 denk ik, een videobespreking gedaan hebben al, naar 1 wedstrijd. Normaal doe je dat 1 keer in de week of zoiets, in een gewone week naar een wedstrijd toe. Nu hebben we dat eigenlijk al 4 keer gedaan, omdat we aan de spelers duidelijk willen laten zien via beelden van kijk, dat is hun sterkte, maar tegelijk is dat ook hun zwakte. En zo moeten we dat doen op een oplossing, dat ze weten waar ze mee bezig zijn, laten we zo zeggen. Geert, kan je als ploeg 2 keer pieken in een seizoen? Want je hebt die eerste piek nu al gehad. Ja, kan je 2 keer pieken? Normaal gezien moet je 34 keer pieken. Nee, 34 niet, maar... Hè. Elke wedstrijd. Ik ben altijd een speler geweest die elke dag probeerde te pieken. Mentaal is dat niet altijd mogelijk, maar fysiek moet dat wel zijn. Dus, en zij zijn, Mechelen is op dit moment niet verwend door de kalendercommissie, zal ik maar zeggen. Waardoor ze 6 weken of 5, 6 weken stil liggen. Daar moet je ergens gaan compenseren. En dat kan je alleen maar gaan doen door te trainen zoals je speelt. Of te spelen zoals je traint. Ja, dat lijkt me toch niet zo gemakkelijk. Dat is niet zo. Je kan die intensiteit toch niet faken? Nee, maar je moet je spelers, en ik denk dat Wouter dat zonder problemen kan, je moet je spelers wel bewust maken van het feit dat zoveel te intensiever dat de trainingen zijn, zoveel te meer vergelijkbaar zijn ze met de wedstrijden. Ja. En het is niet voor niks dat je speelt. Hè. Je speelt dat klopt, om de beker. Dat klopt een beetje. Het is ook de enige manier om er te geraken. Het is gelijk gezegd, je kan het niet. Je kan niet copy-paste doen, hè, van een wedstrijd. Dat is gewoon onmogelijk. Maar je moet het wel alles voor doen om alles eruit te halen. Alles uit te persen. En als ik dan kijk naar de vorige zondag hebben we dan getraind. En dan denk je, zondagmorgen, het zal misschien iedereen eens in weekendstemming dan bij wijze van spreken. Want wij gaan nu eigenlijk wij leven van midweek tot midweek. Ja. In plaats van weekend tot weekend, omdat die wedstrijd in de midweek valt.
Dus op zondag ook. En dan dacht ik van, ja goed, maar als ik dan die training bekijk en ik kan die laten zien, want het is helemaal gefilmd, en je ziet wat daarin zit, dan zei ik van, ja chapeau, op die manier moeten we het wel gaan doen en dan zijn we nog niet verloren. Het leeft wel, hè, Billy. Dat kan jij misschien meer bekijken, omdat je vaak in de ticketshop werkt. Ja, klopt. Ik zit samen met een paar andere collega's in de ticketshop. En het is enorm. Het is effectief waanzinnig geweest. Hè. We zijn zelfs een volledige week naar de Grand KV, het supporterslokaal boven de I, verhuisd, omdat er gewoon zoveel volk, zoveel interesse was voor die bekerfinale, omdat iedereen daar echt wil bij zijn. 21.000 tickets, ja. Ja, allemaal de deur. Om even terug te komen op wat Wouter zegt. Je speelt een bekerfinale en voor sommige jongens is dat wel het toppunt van hun carrière. Hè? Je staat op die moment, of op deze moment zullen ze er niet meer stilstaan. Maar als ze naderhand gaan nadenken en zeggen van shit, we hebben wel de bekerfinale gespeeld en we hebben ze niet gewonnen. Het is misschien maar... Ja. De enige bekerfinale uit de carrière dat je kan halen. Kijk naar de kern. Hey, als jonge gast kan je niet zeggen, ik ga er nog 3 spelen in mijn carrière. Nee. Dan moet je gaan van, kijk, ik sta als jongeling of relatief jongeling in een bekerfinale. Dus daar moet ik voor gaan. Ja. Maar evengoed, jongens, gelijk Igor bijvoorbeeld. Hey, ik denk misschien dat hij er nog het hardst naar uitkijkt naar allemaal. Ja, en er het hardst aan het werken is. Het meest realist erin is. Ja, hij weet wat het betekent. Ja. En hij zegt van, als ik dit nog kan doen op het einde van mijn carrière, op die manier, met een ploeg die uit 1B titel pakken, en dan die bekerfinale ten eerste ingaan, maar dan nog kans maken of te winnen, of ze te winnen. Ja, dat is fenomenaal. Ja. Het is voor de supporters ook een uniek moment, hè? Want dat geldt voor de spelers, maar ook voor de supporters. Je hoort het overal. Ja, daarom dat er net zoveel interesse is. Ja, 10 jaar geleden, inderdaad. Toen was de interesse ook gigantisch groot. Maar nu, supportersaantallen zijn alleen maar gestegen ten opzichte van 10 jaar geleden. Ja, dan... Allee, Het is waanzinnig. Er blijven vandaag nog mensen binnenkomen om te vragen van, heb je niet toch nog 1 ticketje voor die bekerfinale? Terwijl, ja. Op de zwarte markt dan haal jij van onder de bureau nog een kaart. Ja, daar gaan we niet over uit. Maar er zijn geen kaarten meer, zeker? Nee, ze zijn echt allemaal weg. Ik denk nog een aantal via business of zo, met eten erbij. Maar daar ben ik zelf niet 100% van op de hoogte. Dus het kan wel zijn dat ze allemaal weg zijn. Heb jij je kaart, Geert? Ik kan ze zelfs halen. Oeh. Dus je hebt ze nog niet fysiek in je handen. Nee, maar nee. Je moet ze niet alleen voor jezelf komen halen, Geert, toch? Wat bedoel je? Ofwel, want jij verzorgt ook nog de oudspelers. Ja, hè, maar dat wordt allemaal via mail bezorgd. Ah, oké. Okay. Maar ik had er straks contact met Steven en ik zei dat ik hier was. En zei, ja, kom je kaarten halen, dan moet ik ze niet per mail doorsturen. Ja. Zeg. En straks heeft hij ze toch verkocht, hè? Aan een hoger bieder. Denk het niet. Denk het echt niet. Maar dat clubje van die oudspelers, dat heet de Malinois Bastards. Ja. Hoe ben je daarbij gekomen? Gekke uiteroeven. Heeft hij dat bedacht? Ja. Mark heeft me zich gebeld. Hij zei, Geert, we moeten iets gaan doen. We weten dat we de oudspelers schromelijk verwaarloosd hebben de voorgaande jaren of de afgelopen jaren. We gaan iets uit de grond stampen. En dan hebben we een paar keer gebrainstormd. En dan werd er dus geopperd door Mark om... die organisatie de Malinois Bastards te noemen. Dus. Ja, ik vind toch geen slechte naam. Nee, ik vind het leuk. En zitten er veel smeerlapjes bij van vroeger die we kennen op het veld? Te weinig. In die zin dat het zijn altijd dezelfde die naar de wedstrijden komen. En daar zou wat meer rugbaarheid rondgemaakt mogen worden. Zodanig dat we... regelmatig nieuw bloed erbij krijgen. Oud, en is het enkel voor de wedstrijden dat die organisatie is opgericht? Ja. Maar jij kan er ook bij, hè? Ja. Dus, ik had er nog nooit van gehoord. Even, maar ik wist niet dat de Malinois Bastards... Nee. Even verduidelijken. Een oud speler die een x-aantal wedstrijden gespeeld heeft, die stuurde een mailje naar de Malinois Bastards. Die krijgt dan 2 tickets, die krijgt een parkeerplaats. En die wordt ontvangen voor de wedstrijd met een drankje. Gewoon heel casual. En na de wedstrijd ook. Dat is dus mooi. Dat is heel mooi. Dat is echt supermooi. Want je zit dan wel met in besloten kring, zal ik maar zeggen. Of besloten comité. Maar je hebt allemaal het hart op dezelfde plaats. Je wil dat Malinois hier wint. En, wie komt er zo van de oudspelers? Camille van Damme, Bob Stevens, ik dan, Wiefke Domicent, Joachim Benveld is al hier geweest. Toch veel van uw generatie, hè? Ja, Bob Stevens is niet van mijn generatie. Nee, dat is Camille, ja. Camille ook niet, hè? Nee.
dingen. Ik heb al gedaan met klappen. Zo oud ben ik nu ook niet. Maar het zou meer mogen ja. Nee, maar dat is goed. Dan weten de oudspelers die naar deze podcast luisteren nu dat het bestaat. Allemaal welkom. Voilà. Er zijn enorm veel tickets verkocht in Sint-Truiden en omstreken. Hè. Hoe zou dat toch komen? Ja, het schijnt zo. Ja. Er komen twee bussen op van... Twee bussen? Ja. Via zo'n grote familie? Ja, ongeveer, ja. Nee. Familie en vrienden en mensen die nu regelmatig komen kijken, nu dat ik hier ben natuurlijk, en die een beetje zelf de microben gepakt hebben. Want zelfs mijn vrouw is... Hij kwam normaal nooit kijken als ik trainer was, tot op een gegeven moment meekwam bij een thuiswedstrijd en sindsdien altijd meegegaan is. Twee bussen is wel wat 100 man of zo? Ja, nee, het zijn geen 100, denk ik. Zo. Het zijn er iets minder. Je vader heeft er echt hemel en aarde voor verzet, hè, om toch maar zoveel mogelijk tickets... Ik denk dat jij dat beter dan ik. Hij heeft echt alles uit de kast gehaald. Ja, toch niet gevraagd van, kom, en we hebben dan geprobeerd, maar ja, moet iedereen een beetje... Hij wou er nog meer. Ik denk als we er 100 meer hadden gegeven, dan denk ik dat hem ze nog allemaal kwijt was geraakt. Dat is echt waanzinnig. Dat is toch wel straf. Al die mensen van Limburg nu voor KV Mechelen, dat is toch wel mooi. Ja, en er zitten veel echte Malinois supporters bij. Ja, in de tijd dat ik nog speelde dan, waren er verschillende supportersclubs. Er was zelfs in Lummen, er waren er in aan de kanten van Hamond. En die mensen die komen nog altijd. Ja, we hadden ook een Limburgse connectie toen, hè? Jij, Kleisters. Mm-hmm. Ramon Jaspers, Mark Emmers. Emmers, ja. Ja, we waren met een x-aantal. Hè. Ja, nu hebben we dat terug, dankzij u, Wouter. En toen ik hier speelde, hadden we het ook met Mellemans erbij. Jeroen, die komt ook regelmatig bij. Ja, Jeroen heeft mij... En Kevin Gulders. Ieder wedstrijd belt hij mij. nog tactische tips te geven? Of iets anders? Eerder voor kijken of ik nog een kaart heb. Van Jeroen heb je ook een mooi verhaal, hè? Uit de ticketshop, toch? Goh, ik weet niet meteen waar dat je op doelt. Ik denk dat van iedereen die Jeroen kent wel een mooi verhaal van hem heeft. Nee, maar ik heb gehoord dat hij wel 80... Of hij komt toch ook met een bus, of twee bussen zelfs, vanuit zijn woonplaats? Dat zou kunnen, zeg. Ja, er zijn echt wel gigantisch veel acties op poten gezet. Er zijn mensen die met de boot komen. Ja, tien jaar geleden was het... Dat het IJssel aan water lag. Ja, nee, maar ik heb ook geen idee welk traject dat ze gaan. Ik vermoed het Albertkanaal of zo. De Deilen loopt niet tot Albertkanaal, dan denk ik dat je wel een paar 100 kilometer verkeerd. Oké, okay, ja. Tot zover mijn kennis van de Vlaamse of de Belgische stromen. Nee, maar er wordt een boot ingelegd. Dat was 10 jaar geleden trouwens ook het geval. En ja, het idee was... Van Willebroek naar... En dan moet je ergens afstappen. Nee, ik denk van Willebroek naar Vilvoorde of zo. Ja, zou dat kunnen. Echt... Ja. En daarvoor moet je nog wel ver, hoor. Daarvoor moeten we die gasten nog eens... Ja, nee, maar op voorhand, voordat effectief de ticketverkoop startte, konden heel wat mensen al een groepsaanvraag indienen, om bij elkaar in hetzelfde vak te kunnen gaan staan of zitten. 187 groepsaanvragen van 10 tot 50 mensen hebben wij allemaal verwerkt. Mensen die met de boot komen, die met de fiets komen, die met de trein komen. Ik kan het zo gek niet bedenken of er zal iemand op die manier naar de Heizel. Maar met de fiets, dan ben je al kapot tegen dat die finale begint. Ja, en misschien moeten ze zich ook de vraag stellen, als het daar nu een goede afloop is, waar dat we allemaal op hopen, hoe ga je teruggeraken? Fiets laten staan. Ja. Dat is Brussel, hè. Voelen de spelers dat ook, dat het echt wel iets speciaals is om hier een bekerfinale te spelen? 20.000 man die voor een kaartje komen vragen? Ja, zeker wel. Zeker wel. Ik heb er ook een beetje op ingespeeld op de halve finale. En de tweede wedstrijd van de halve finale op Union. Om ze als afsluiter de beelden laten te zien van de finale die ik gespeeld heb. Ah, maar niet de beelden van de finale zelf, maar van het publiek eigenlijk, van de supporters. Dus als ze samen... Allemaal samen, de half stadion aan het zingen is voor Malinois. Ik denk dat wel een beetje indruk gemaakt. Ik was ook aan het zingen toen. Ja. Ik was er ook. Ik ook. Ja. Dus, het was een mooie dag. Tot na 20 minuten, denk ik. Het was iets minder mooi. Ja. Maar de spelers hebben misschien ook wel veel vrienden en familie die plots zeggen, hey, wat staat er te gebeuren? Ik wil ook komen kijken. Ah, ja, tuurlijk. Iedereen die connectie heeft met Malinois of met iemand van Malinois, die wil er nu bij zijn. Simpel als dat. Zorgt dat voor druk? Nee. Nee, want uiteindelijk hebben we veel wedstrijden met meer druk gespeeld. En deze is eigenlijk, zoals we eigenlijk al onze bekermatchen hebben afgehaspeld, zal ik bijna zeggen, is...
een welkom tussendoortje. En dat is niet denigrerend bedoeld of zo, maar dat is gewoon een wedstrijd zonder druk. We hebben tegen Antwerpen, tegen Lokeren, tegen Kortrijk gespeeld. Terwijl al die competitiewedstrijden onder enorme druk vielen voor die gasten. En dat was vrij uitspelen. En dat kunnen wij nu ook, maar zoals ik zei, van we moeten... Er is altijd een gezonde spanning, een gezonde stress als je naar zo'n wedstrijd, en zeker naar zo'n finale. Dus er gaat altijd wel een stressfactor spelen. Maar echt toch minder, denk ik. Je hebt niks te verliezen. Nee, we hebben niks te verliezen, inderdaad. Dat bekerparcours was wel indrukwekkend, hè, dit jaar. Ja, ik denk dat ik buiten de eerste wedstrijd, dat ik ze allemaal gezien heb. En op die moment maakte ik dan de reflectie naar de competitie toe. En dan was ik er vrijwel zeker van dat ja, sinds Wouter het overgenomen heeft, dat het mooi ging eindigen. Je hebt iets duidelijk herkenbaar neergezet. Je hebt die ploeg gedrevenheid gegeven. Je hebt die ploeg voetbaltechnisch, voetbaltactisch laten voetballen zoals jij het wil. Allemaal complimenten. Ja, nee, het is gewoon feit. De ploeg speelde herkenbaar en dat was super. Maar het was ook belangrijk, gewoon toen ik er kwam, was het gewoon het vertrouwen was niet heel eigenlijk. Hè. En dat was het belangrijkste. We waren 5 wedstrijden bezig, Wouter. Ja, 3 eigenlijk. Of 3. Maar vertrouwen... Maar er zelfs, ook al had hij er maar 3 achter de rug, die man, ja, er zijn er sommigen die zaten onder er werd gewoon niet gevoetbald. Ja. Maar het hangt soms van heel kleine dingen af, natuurlijk. Ik weet, de tweede helft tegen Westerlo was het, en dan plots loopt het. Ja, maar goed, daarvoor was het ook zo'n beetje zoeken nog. Voor mezelf ook en voor iedereen een beetje. Ook omdat ik toen ik aankwam ook zei van ik zie graag als er veel positiewissels zijn voorin, zodat het niet zo te stereotyp was. En dat was het wel op het begin. Omdat je daar met die vaste flanken zat die eigenlijk buiten kan blijven. Je zat met een 9 en een 10 die altijd centraal bleven, die heel veel in de bal kwamen, waar weinig diepgang in zat. Dus het was op die moment stereotyp en we moesten veranderen. En met Engvall eigenlijk, hè, want daar komt het eigenlijk ook voor een stuk op neer. Hè. Die heeft dat wel gebracht en die heeft er ook meer variatie in gekregen. En, ja. Ik wou toe, je hebt een bekerfinale gespeeld, hè, in 2009. Dat was best ook een goede ploeg. Vleming, Schorjus, ja. Renard. Hoe vergelijk je die ploeg met die van vandaag? Hebben we nu meer kans dan 10 jaar geleden? Meer kans als 10 jaar geleden. Ik denk dat we 10 jaar geleden ook een heel goede kans hadden. Ook wat tegenslag gehad, denk ik. Hè, tijdens de wedstrijd zelf. Ja. En die bal door de benen van Verhulst, van Gorius, via de paal. Ja. Maar ook, ja, goed, die komt dan heel vroeg met 10 man. En zelfs met 10 man waren we niet zomaar de minderen eigenlijk. Zelfs met 10 man zaten er nog dingen in. Iedereen wil wel weten wat er zo gebeurd is natuurlijk. Moesten we daar 11-11 blijven staan in die bekerfinale. Want ik denk dat we daar wel een zeer goede kans hadden tegen dat Genk van toen. Maar ik denk dat we nu ook wel een goede kans hebben. We hebben een goede ploeg die met heel veel vertrouwen en heel veel goede moed aan die aftrap gaat komen te staan. Tegen een ploeg, afhankelijk van in welke situatie ze zitten, nog veel meer druk zal hebben als ons. Het is een 1A-ploeg die toevallig in 1B zat. Wordt dan over ons gezegd, Geert? Toevallig? Niks is... Door een minder seizoen? Door een minder seizoen, maar ja. De kwaliteit is er wel. Twijfel. Oh, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik denk dat, en dat zal Wouter beter weten dan ik, dat er naar volgend seizoen toe wel een serieuze kwaliteitsinjectie moet komen. Ja, je wil elk jaar beter worden. Natuurlijk. Maar... Maar het is altijd als je wil beter worden. Maar je ziet ook wel, als die ploegen, als je kijkt, ja, play-off 2, oké, voor degenen die het nog volgen... Union speelt gewoon, speelt gewoon door de play-off 2 uit. Hè, ja. Dus laat ons zeggen dat het toch duidelijk is dat de kop van 1B toch zeker sterk, zo sterk is als de staart van 1A. Maar dat is altijd geweest. Hè. Ja, koploegen in tweede klas vroeger, die konden, ik zal niet zeggen probleemloos mee, maar die draaiden ook mee. En dan is het een kwestie, zoals altijd al gezegd geweest is, dus van details. Hè. En daar zijn ploegen van eerste klas of 1A, zoals het nu genoemd wordt. Daar hebben die meer ervaring mee en meer oog voor. Het zou jammer zijn dat we het nu weer niet winnen, want wie weet hoe lang moeten we dan weer wachten. Hè? Dat is moeilijk. Daar kijk ik nu al tegenop dat we weer 10 jaar zouden moeten wachten op een volgende bekerfinale. Dus Wouter, alstublieft. Je hebt ieder jaar een kans eigenlijk. Hè, maar... Volgend jaar terug.
De bekerfinale van 87 die jij gewonnen hebt, wat weet je daar nog van? Goh, wat weet ik daar nog van? Heel veel, denk ik. Ja, kan je dat zo terug voor je geest halen, van hoe dat verliep? Ja, ja, dat verliep niet echt makkelijk. En ik weet zelfs dat er nog een fase is geweest voor de hoofdtribune in Anderlecht, waar ik denk Wim Hofkes en Joachim Buinveld gewoon tegen elkaar lopen in de strijd. Maar ik denk niet dat we veel kansen hebben weggegeven. We hebben ook niet veel kansen gekregen, maar we hebben zeker niks weggegeven. Maar ja, dat was jullie kracht. Hè? Dat was onze kracht, inderdaad. En de boer met... Ja, op Pierre Dugue. Kleine, houdbare bal wel, denk ik. Bah, Pierre kwam naar Mechelen. Nee, dat ga niks insinueren. Helemaal niet, want dat was veel te gevaarlijk. Maar ja, dat was geen makkelijke bal. Hè. En hij trapt een beetje wel goed. Onverwacht. Ja, dat is waar. Hij trapt hem heel snel. Ja. Maar die beker omhoog steken, was dat het mooiste? Of zeg je nee, Straatsburg was nog mooier? Straatsburg was veel mooier. Veel mooier. Dat podium dat was veel groter. Ik bedoel dan het podium waarop we voetbalden. Dat was 50.000 man. Ajax, waar iedereen naar opkeek. KV Mechelen. Wie was KV Mechelen? En we kunnen daar dan onze voet naast en voorbij Ajax zetten. Dat was de max. Wouter, er komt zaterdag de eerste aflevering van een documentaire reeks, speciaal rond KV Mechelen, die gedraaid is achter de schermen van uw ploeg. Hè. Je hebt de eerste afleveringen mogen bekijken. Ja, we hebben ze zelfs vandaag bij de hele groep even in preview gekeken. En, het is leuk gemaakt, het is leuk in elkaar gestoken. De derde is nog niet af, dus die hebben we nog niet gezien. Maar daar zitten alle apotheoses in waarschijnlijk. Dus de twee eerste zijn leuk in elkaar gestoken. Ik denk, het is al leuk voor ons om te zien, laten staan voor een supporter die normaal geen beelden van achter de schermen kijkt, hoe die er naar uit kan kijken. Maar zo'n cameraploeg een gans jaar in je gezicht bijna? Oef. Ja, maar dat valt wel mee. Zo, want op het begin is dat een beetje wennen. Maar op den duur besefte nog niet dat hij er rondloopt. Heb je lang getwijfeld om die toe te laten? Op het begin wel, ja. Eerlijk waar. Op het begin wel, omdat je bent als jonge trainer en als je eerste opdracht op een hoog niveau. En om dan direct zo gewoon binnen te laten kijken altijd, ik kan ook een beetje averechts werken. Dus ik heb er wel aan getwijfeld, maar toen hebben ze mij ook gezegd van kijk, je kan altijd de beelden ook nog wel eens kijken en we kunnen het daar ook wel eens over hebben. Maar het is wel gedurfd, om het toe te laten. Ja, dat heel veel clubs het niet zouden toelaten. Of heel veel trainers. Ja, dat kan. Ik kan niet voor iemand anders spreken natuurlijk, maar voor mezelf. Als je kijkt van al die documentaires die er gemaakt zijn, het geeft gewoon iets extra's naar de buitenwereld, naar de supporters toe. Ja. Het is niet dat je in the heat of the moment je dan inhoudt. Nee, want zoals ik zeg, op een gegeven moment besef je niet meer dat er een camera staat. Ook niet tijdens de rust, ook niet tijdens een bespreking of zo. Dan ben je gewoon met je bespreking en je groep bezig. Dus je beseft niet dat je ze aan het filmen bent. Mm-hmm. Er is ook ooit zo'n documentaire geweest over Les Yeux dans les Bleus. Ja. WK in Prachtige Frankrijk. Documentaire. Prachtig. Ja. Ik denk dat ik ze 20 keer gezien heb. Ja. Het zit wel in de liefde, die voetbaldocumentaire-reeks. Ja, kijk je die dan allemaal? Ik heb er wel een paar gezien, moet ik zeggen. Ik heb die van Sunderland gezien en die van City heb ik ook gezien. Ik vond dat... Is het vergelijkbaar? Het is ook achter de schermen. Ja. Iedereen heeft zijn eigen verhaal natuurlijk. Hè. Want in Sunderland wouden ze een beetje een vergelijkbare verhaal schrijven. Wouden ze ook terug te promoveren, maar ze zijn gezakt. En daar kunnen wij toch iets anders tegenover staan. Dan krijg je ook een mooi verhaal. We hebben een happy ending. Ze hebben niet zo'n happy ending. Het was wel het allerbeste seizoen voor een regisseur om te volgen, denk ik. Wat er dit jaar allemaal gebeurd is, is toch uitzonderlijk. Hè? Ja, soms dacht ik dat het een nachtmerrie was. Wat fictie en, was. En je moet daar heel eerlijk in zijn. De slagen onder de gordel die zijn wel gegeven geweest. Hè. Zeker weten. Ik heb zelfs een akkefietje gehad op Facebook met iemand. Waar ik dus reageerde op de uitspraken voor de wedstrijd tegen Beerschot. Nou ja. Thuiswedstrijd hier tegen Beerschot. En die zei, maar jij bent hier niet toegelaten, want je bent een VIP. Ik zeg, VIP? Ik ben een supporter. Een Maliwa bastard. Ik ben een kakker. Dus echt, die was niet blij. Ja, kijk jij uit naar de documentaire, Billy? Goh. Want je hebt hier gewerkt, je hebt de ploeg misschien ook aan het werken, ja, de cameraploeg. Ja, inderdaad. Goh, ik denk dat super gaat zijn gewoon.
dit seizoen was inderdaad vrij uitzonderlijk, denk ik. Ik denk dat we in tweede klasse hebben we wel eens een titel gepakt of zo. Maar een titel pakken is een titel pakken. Dus dat is sowieso al heel leuk. Zeker als je er achteraf dan eens op kan terugblikken. De manier waarop ook. Doet ook echt heel veel. Want achteraf gezien, als je die twee... Ja, die twee titelwedstrijden zeg maar, tegen Beerschot, achteraf gezien, is dat het ideale scenario. Als je ze verliest, als je ze natuurlijk. Wint, ja. Als je ze wint, natuurlijk. Als je ze verliest, is dat natuurlijk een zware domper. Maar ja, ik denk dat heel veel mensen daar nog eens met heel veel plezier naar gaan terugkijken. En dan die bekercampagne er nog eens. Er zijn ook van die momenten in die reeks zitten er echt van die kleine momentjes die je gewoon wilt... waar je normaal nooit van zou weten als supporter. En gesprekken tussen stafleden... na een wedstrijd, bijvoorbeeld, of dingen in de spelersgroep die ze bij elkaar of het een of het ander. Er zijn echt dingen die het wel leuk maken om te kijken, buiten het enkel de resultaten en het resultaat. Ja. Zou je er nog eens aan beginnen? Aan. Of heb je het nu gehad? Nog eens een jaartje een cameraploeg in je nek? Ik heb er nog een paar weken eentje een paar in mijn nek. is het de echte Wouter Franke die we gaan te zien krijgen? Ja, want dan kom ik terug op het vorige. Want uiteindelijk besef je niet meer dat ze er staan. Dus je bent jezelf. En ik denk niet dat ik op veel momenten een masker opzet. Denk. Als je het achteraf bekijkt, is misschien die documentaire reeks op DVD het beste om aan je makelaar te geven en dat hij daarmee de clubs kan gaan overtuigen. Want ja... Ja, oké. Ja, als trainer kan je niet veel beter doen dan dat je dit jaar gedaan hebt. Maar ik denk dat je ook hebt. Groeit. Hè. Als trainer, ik denk ook in de communicatie en alles wat je doet, al die kleine dingen, beginnen ze het ook al even wennen aan elkaar, even kijken hoe en waar. En op den duur zit er ook een gewente in en weet je wat je van iedereen kan verwachten en hoe je iedereen kan aanspreken. Dus het is ook altijd een groeiproces en dat denk ik ook dat iedere keer terug een beetje opnieuw begint als je aan iets start. En zo is geschrokken van jezelf, om jezelf zo terug te zien en te zeggen van, dat had ik misschien anders moeten doen of zo? Zelf-evaluatie doe ik niet alleen als ik beelden zie, dat doe ik gewoon van mijn... Het kan confronterender zijn. Ja, soms is het confronterend, maar natuurlijk als in deze situatie, hoe het seizoen verlopen is, heb je... Is het bijna allemaal positieve beelden dat ze zien. Ja. Dus dat is altijd leuk om terug te zien. Maar je hebt Lommel en Union de 05 nog niet te zien gekregen. Nee, die zitten in de derde dus. Geert, ik had echt super graag een cameraploeg in jouw goede jaren gehad. Dat we die beelden hadden. Ja. Ik weet niet of dat allemaal zo koosje was. Net daarmee. Ik denk als je toen in die tijden camera's of zo mee, dan had je echt televisie, denk ik. Het voetbal is wel helemaal veranderd. Hè? Voetbal is helemaal veranderd. Helemaal. Het voetbal is super gemedialiseerd geworden. Iedereen wordt voorbereid op camera's. Micro's, alles in onze tijd. Sorry, maar dat was niet. De eerste keer dat ik een camera in mijn gezicht kreeg, dan was dat van... Nieuw. Nieuw, ja. Heel nieuw. Ja. Wat hetzelfde gebleven is wel, in 1989, toen jullie kampioen werden, was er een veldbestorming. En nu, 2019, 30 jaar later, net hetzelfde. Inderdaad. Dus het publiek is toch niet veranderd. Ze konden ze niet tegenhouden. Hè? Alleen hadden wij niet gewonnen. Nee, jullie speelden 0-0 tegen Waregem. Dat was wel de apotheose, toch? Dat is toch een dag dat je niet snel zal vergeten, Nee, zot. En zeker als je ziet hoe het verloop gegaan is. We hadden dan, komen denk ik wel terecht op 0-1. Maar ik denk dat je in zo'n wedstrijd met zoveel belang, kan je niet verwachten dat de kwaliteit al absoluut de top is. Omdat er te veel op het spel staat. Maar, en dan komen we in die tweede helft met alles wat er gebeurt, het stilleggen. Want uiteindelijk komen wij voor, net na de rust. En dan wordt het stilgelegd. Dat was eigenlijk niet echt een ideale moment voor ons om hun terug te laten naar binnen te komen om te groeperen. Want we hadden ze eigenlijk op die moment knock-out geslagen. En konden daarop verder gaan. En eigenlijk heeft dat ons wel een beetje pijn gedaan. Heeft het toch gezorgd dat we niet doorbleven konden blijven gaan. Wat zeg je dan? Je moet er naar binnen nadat er een rookbom op het veld kwam. Op die moment zeg je gewoon van gaan door voor naar de tweede te gaan. Want je voor een stuk wel denkt die tweede nodig te hebben. En dat als we het niet zouden doen, dat je het jezelf moeilijk maakt. Dus daar dan ga je wel... toch niet helemaal goed geluisterd. Want nee, maar het is dubbel. Hè, want het is niet alleen wat er bij ons gezegd wordt. Het gaat over... Want zij krijgen een klap. Als je dan kan door blijven gaan voor die tweede te gaan maken...
ja, dan is de regelmaat of is de cohesie misschien weg bij hun. En dan kun je erover gaan, zoals we eigenlijk in de thuismatch ook gedaan hebben van in de eerste periode. En nu hebben ze eigenlijk de kans gehad om eigenlijk terug te zeggen van kom, we staan 1-0 achter, we moeten nu zelf gaan scoren en we gaan het proberen op die manier of zo doen en het op elkaar kunnen afstemmen. Maar als je met 10 man valt en je komt 1-0 achter op een moment dat je niks meer kan afspreken, moet je het op het veld zelf gaan doen. Als er niks gebeurt, moet je het op het veld zelf gaan doen en dan gaat er nooit regelmaat of nooit duidelijkheid in zitten. En dan kun je daar als 11 man nog veel gemakkelijker van profiteren. En naast het feit dat zij dat konden doen, hebben wij natuurlijk het ook voor een stuk laten afweten. Hebben we het een beetje over onszelf afgeroepen. En dan blijft de penalty die we KT krijgen nog voor te lachen natuurlijk. En zeker als je nog 3 keer mag gaan kijken naar die fase. Ja. Ik weet niet. Het geen penalty. Veel mensen. Maar ik snap niet eigenlijk als je een oortje te horen krijgt van ja, het is geen penalty, want dat is daadwerkelijk dat gezegd. Dat is daadwerkelijk gezegd. Okay. En dan moet je zelf gaan kijken en dan ga je nog even weg, ga je nog eens terug, ga je 3 keer kijken. Je ziet die fase dan volgens mij toch goed op die beelden. En dan kan je hem nog op de stip leggen. Ja, ik weet niet wat u dan drijft om die daar nog op de stip te leggen, maar goed. En dan zou het zo jammer geweest zijn als het zo moest gebleven zijn. En dan denk ik dat het gewoon absolute apotheose, totaal verdiend. En over het hele seizoen, maar ook over die finale match gezien. En goed, dan is het een leuke einde. Had jij het nog verwacht, die 2-1? Oh, verwacht? Nee, gehoopt wel. Verwacht. Wat heb je gedaan? Ik heb geweend. Dat is mooi. Ja, ik heb vorig jaar geweend met de degradatie. En ik heb dit jaar geweend met de promotie. Gewoon omdat het zo'n hevig moment was, zo heftig? Ja, gewoon omdat je bent betrokken. Ik heb hier... in totaal denk ik dat ik hier... Ik ben hier 11 jaar als speler geweest. En dan heb ik hier nog 4 of 5 jaar rondgelopen als trainer van de belofte. Dus ja, ik heb alles meegemaakt hier. Ik heb het faillissement meegemaakt. Ik heb... buiten het feit dat ik nooit een tweede klasse gevoetbald heb, heb ik hier alles meegemaakt. En... Ja, dan en je gaat dan de vergelijking trekken naar vroeger. En vroeger was beleving zo groot niet als nu. Vroeger zei men ook wel van, maar dat is warm, dat is hevig. Maar als je dat nu bekijkt... Is dat nog heviger, ja? Oh, dat is 3 keer zo erg. Ja, ik weet het niet. Dat is 3 keer zo erg. Want om een voorbeeld te geven, het jaar dat we kampioen spelen... Had men moeite om 10.000 man gemiddeld te krijgen. We hadden geen 10.000 man gemiddeld. En nu zit hier elke week 14.000 man. Ja, misschien moet je Geert een motivatiespeechje laten geven. In 1B, ja. Dus dat is wat Wouter zegt. In 1B. Dan zeg je bij jezelf... Wij speelden de bekerfinale op Anderlecht. Anderlecht was niet uitverkocht. En ook nog in een tijd dat het supportersaantallen eigenlijk aan talen zijn. Hè? Als je kijkt in 1A en zo... Bij de middenmotors en de kleinere clubs zeker. Zeker, ja. Misschien de topclubs nog die nog een aantallen trekken, als het goed gaat. Maar op deze moment anders, zit het toeschouwersaantallen in top 6 van België, denk ik. Tijd om uit te breiden. Wat kan er nog, Billy? Jij hebt er zicht op. Waar kunnen we nog mensen kwijt? Ja, fitness? Nu, het is nog afwachten hoe dat abonnementencampagne, want die is gisteren gestart natuurlijk. Hoe dat die gaat verder lopen. Mensen komen regelmatig binnen. We staan niet stil in de ticketshop. Maar we zullen zien. Hè. Vorig jaar het record gebroken. 11.000 man. Straf, hè. Vast met een degradatie-record breken. Ja. Blijft toch straf. Maar dat is ook Mechels. Hè. Als het slechter gaat, dan komen er nog meer. Ja, maar je kan dat zeggen, dat is Mechels. Maar dat het gebeurt, is toch waanzinnig. Dat is waanzinnig, maar we zullen zien op welk getal we dit jaar afklokken. Ben je daarvan verschoten, Wouter, dat Geert zo emotioneel was met die titelwedstrijd? Het is gewoon leuk. Het is gewoon leuk dat mensen dat nog... Dat sport en voetbal dat nog met mensen kan doen. Hè. Ik heb ook, hij heeft nu ook een heel lange carrière. En het is leuk dat iemand dat nog zo meeleeft, die zoveel betekend heeft voor de club en zo. Dus dat is echt top. Ja, je vrouw was hier ook met je kinderen, hè, met de titelwedstrijd. Dat moet toch ook een speciaal moment geweest zijn? Ja, voor hun. Dat was gewoon heel leuk. En daar waren ook kameraden bij en mensen van mijn ex-club, Tess, waar we nu tegen spelen in de week. En zelfs van hun zijn er tranen gevloeid eigenlijk. Dus je moet niet weten, je moet niet verder zoeken, want wat sport met iemand kan doen, zo simpel is het eigenlijk.
voetbal is emotie. Ja. Maar als je dan op die moment bekijkt wat er allemaal gebeurd is gedurende dat hele seizoen en je kan dat overmeesteren, je kan daar boven gaan staan, ja, dan denk je, wij verdienen dat, wij zijn, sorry dat ik wij zeg, maar... Ja, maar dat is ook zo. Ja, het is wel één geheel, hè. De supporters en de ploeg op het veld. Ja. Er zijn momenten geweest dat het wel de supporters, de ploeg, zo net iets verder heeft kunnen duwen. Hè. Ja. Maar ik heb altijd gezegd, hè, en ik voelde dat je... Ik had het al van toen ik als speler kwam, dus het is ook iets Mechels, denk ik ook, voor een stuk. Maar ik had het gevoel, als ik hier als speler was, van, zeker na dat faillissement en zo, van... ik heb dan nog geen tiende meegemaakt van wat Geert hier heeft meegemaakt. Maar je voelde dat die supporters eigenlijk de club zich toe-eigenen. Zo. Omdat ze daar ook sommigen veel geld in gestoken hebben zelf. En de club is eigenlijk bezit van de supporters. En dat, ik vind dat je dat voelt als je daar op veld staat. Ik vind dat je dat voelt nu ook als ik daar langs de lijn sta. En het is eigenlijk een geheel. En ik denk dat het belangrijk is als staf en als spelers ook dat je zeker en vast die supporters meekrijgt. Want als je die meekrijgt, dan is hier niemand gerust. Wanneer ga je gelukkig zijn op 1 mei? Als we de beker winnen. Alleen met winst? Ja. En we spelen een heel goede wedstrijd. Het zit wat tegen. Ja, dan heb ik dezelfde ontgoocheling als 10 jaar geleden. Toen hebben we ook nog gevierd, hebben we ook nog op het balkon gestaan. Heb ik persoon zijn staart ook nog mogen afknippen. Daar heeft hij nog altijd spijt van, denk ik. En dan is het wel een leuke... dag geweest, heb je er alles aan gedaan, heb je zeker misschien ook niks te verwijten, maar je moet gewoon, om het echt af te maken, moeten we gewoon die beker mee naar huis pakken. Kunnen we vieren zoals 10 jaar geleden met de nederlaag? Goh, eigenlijk niet, nee. Maar je mag wel apetrots zijn op het seizoen dat je gedraaid hebt. Als 1B-ploeg bekerfinale spelen, 1B-ploeg promoveren naar 1A, er is niks in dit seizoen wat je mag ontgoochelen. Voilà. Maar als sportman, wanneer je de bekerfinale verliest, dan moet je ontgoocheld zijn. Tuurlijk. Dan mag je niet tevreden zijn. Ja. Hebben we een gebrek aan ervaring, denk je, in zo'n situaties? We hebben Tim Matthijs, Kaya, die kan dan wel niet op het veld staan. De Camargo, maar Kaya en Tim Matthijs zijn de enige, denk ik, die een bekerfinale gewonnen hebben. Oké, goed. Maar goed, ik heb nog niet gekeken met Gent hoeveel er daar een bekerfinale gewonnen hebben. Het zal er ook niet zoveel zijn. Dus het gaat gewoon op vorm van de dag aankomen en kijken wie het er beste in zit. En ik denk, ik zeg het, we hebben een op gebied, als we in een goede dag zitten en we kunnen uitvoeren wat we van plan zijn, dan zitten er zeker kansen in. En niet tegenstaan dat we tegen een hele, hele goede ploeg spelen. Wat ik me nog afvraag, wat doe je met zo'n Kaya de week voor die finale? Die weet dat hij niet gaat kunnen spelen. Ja, ga je die dan nog elke training mee laten doen? Of zeg je dan ja? Ja, ik denk het wel, omdat hij, als ik hem nu zie trainen, dus traint hij wel goed en traint hij naar het randje en geeft hij alles. Is ook belangrijk voor hem, want uiteindelijk gaat het niet enkel om dit seizoen, het gaat ook al om volgend seizoen, dat iedereen blijft trainen tot 1 mei, bij wijze van spreken, om de vakantieperiode eigenlijk niet te lang te laten worden. Dus op dat gebied is dat ook wel belangrijk. Maar ook voor hem zelf. Ja, voor hem zelf zal dat zeker en vast lastig zijn. Maar hij moet zich... ik heb er met hem over gepraat en zal er nog een paar keer met hem over praten. Hij moet zich belangrijk maken in de eetkamer. En misschien zelfs op de dag en de dag ervoor van de finale zelf. Want van die ervaren mannen die dan op de juiste momenten de juiste dingen weten te zeggen, is ook zeker zo belangrijk. Billy, jij bent ondertussen bezig met abonnementencampagne. Hè? Yes. Heb jij nog tips voor de mensen die een abonnement willen verlengen of een nieuw abonnement willen aankopen? Goh, tips? Zo snel mogelijk langskomen, dan ben je zeker van je plaats. Ja. Tot wanneer loopt de voorrangsperiode? De plaatsen van vorig seizoen blijven gereserveerd tot 10 mei. Dus dan heb je nog 10 dagen na het feestgedruis. We kunnen nog wachten op een eventuele winst. Dat kan inderdaad nog. En dan komen ze gewoon vrij voor iedereen. Dus hoe sneller, hoe zekerder je bent van een plaats in 1A volgend jaar. Geert, kom jij van op de Heizel terug naar Mechelen op 1 mei, wat er ook gebeurt? Kom je toch nog even hier mee op de Grote Markt of waar het ook zal zijn? Dat denk ik niet, nee. Ik laat het vier naar de jonge mensen over. Maar je gaat toch niet in Limburg eenzaam alleen nog een wijntje drinken dan? Een duvelke toch, ja.
Hoe ga je reageren, denk je, als moesten we winnen? Terug? We zullen u een pro meegeven. Ik weet het niet. Dat is een camera misschien. Gebonden aan het moment, dus over Abia. Misschien nog een idee. Een cameraploeg achter Geert de Ferm sturen op een. Censuur, denk ik. Gaan jullie nog op afzondering eigenlijk? Op afzondering niet. Wij gaan gewoon de dag ervoor vertrekken. Oké. Niets te speciaal willen doen? Nee, niks te speciaals. Nee, ja, je hebt een paar verplichtingen natuurlijk naar die bekerfinale toe. Op de Heijzel gaan trainen bijvoorbeeld, een dag ervoor. En een paar persmomenten en zo. Maar voor de rest, spelers afschermen een beetje en zorgen dat ze goed en wel aan de aftrap komen. Ze hebben al genoeg pers gehad, hè, de laatste weken. Wat ik hier heb zien passeren, dat was wel enorm. Hè. Ik denk elke krant, elk tv-station is ondertussen wel geweest. Het is zeker en vast. En het is ook de voorbije maanden niet altijd in de positieve zin geweest. En hebben ze veel moeten gezagen en geklaagd moeten aanhoren en weerleggen. En ze verdienen wel eens positieve aandacht. Billy, je had nog een prijsvraag, hè, voor onze luisteraars. Yes, we gaan een gehandtekende bal met alle handtekeningen van coaches en spelers verloten. Onder onze luisteraars. Yes, onder onze luisteraars. Aangezien dat een bekeraflevering is, zeg maar, voor de eerste aflevering, gaan we ook een bekervraag, zeg maar, stellen. Meer bepaald deze. De naam van de speler hebben we nodig die dit seizoen het meeste speelminuten maakte in de bekercampagne. Weet jij het, Geert? Ik weet het. Dan moet ik wel even nadenken. Okay. En wat moeten ze doen om die vraag te stellen? Ik vermoed dat het gaat op Facebook verschijnen. Ja. Hè. Ik denk dat het beste is dat je gewoon zo snel mogelijk de naam van die speler hieronder. In de comments. En dan verloten we één winnaar die de gehandtekende bal weet. Yes. Heb je al een antwoord, Geert? Mag ik dat geven? Ja. Swinkels? Nee? Dat was competitie, denk ik. Ja. Ja. Ja? Die heeft 30 keer 90 minuten gespeeld. Ay, dat zal een tip meegeven, dus die gaan ze zeker en vast niet in de comments zetten. Moet ik het zeggen? Nee, toch? Nee. Jij weet het. Ja. We gaan het geheim houden. Wouter, ik ga je veel succes wensen natuurlijk. Ja, dank je wel. Zie dat de jongens klaar zijn. Wij zullen er met 21.000 klaar voor zijn. Yes. Billy, ik ga abonnementjes verkopen. Jij gaat abonnementen verkopen, Geert. Ik kom een abonnement aan. Ja, je moet je ticket nog gaan halen voor de beker. Geert, wij zien je ook in de Heijzel. De supporters kunnen daar met jou een selfie nemen. Altijd leuk met een Europa Cup winnaar een selfie nemen. Geen probleem. Bedankt voor je komst alvast naar de studio. Graag gedaan. En bedankt luisteraars, kijkers ook op Facebook. En tot een volgende Studio Malinois. Dank u wel, dag.